Yo kijkers van mijn kanaal, welkom bij een nieuwe video. En we gaan hetzelfde dan de vorige keer doen, we gaan Call of Duty spelen. Oké, dus, we gaan nog altijd denk ik een potje Team Deathmatch spelen. Dat is het chillste denk ik, mannetjes, ja dat is het chillste. Oké, dus ik ga voor eerst en vooral mijn cam al even deftiger zetten. Oké, nice, dat zal nu wel goed staan hoop ik. Shoutout naar dit. Oké, we zijn hier nog altijd op Call of Duty, zoals gisteren, zoals eergisteren, zoals de dag daarvoor. Nee, niet zo, maar ja, jullie snappen wel wat ik bedoel. Hier heb je mijn mannetje, die zoet is net nieuw zo. Allee, dat pakt. Wacht, ik kan dat laten zien, kijk hè. Voor de mensen die hier totaal niks van snappen, kijk, dit is Call of Duty en dat is een spelletje, maar dat weten jullie waarschijnlijk al. Maar maakt niet uit, kom, kijk, dan heb je hier en dan heb ik deze twee, dus leuk hè. Ja, heel leuk, interessant. Maar ja, dus wat is van vandaag? Het is vandaag dinsdag en het is redelijk warm in mijn kamer, daarom heb ik ook weer een t-shirt aangedaan, omdat het veel chiller is natuurlijk. En ja, ik denk dat dat gaat weer 80 jaar duren voordat ik een game heb gevonden. Is het weer zover, boys? Is het weer echt zover? Is het weer zover? Come on, boys. Zoekt wat sneller aan van lasten, daar hebben we het al. Daar hebben we het al. Oh nee, er zijn mensen aan het praten. Oh nee, dubbel los. Vandaag zitten we nog altijd typisch in Team Deathmatch in de map die ik niet kan uitspreken, wat ik ook niet ga doen. Ja, we zitten eindelijk in de Game Boys. We gaan de Smooth Grace Gun pakken. We gaan het vandaag weer over iets hebben. En over wat ga ik het natuurlijk hebben? Over heel veel verschillende dingen waar rond mij gebeurt, zeg maar. Ziek. Ziek! We hebben al direct een ander potje gevonden, boys. Laten we hier. Als dit uitvalt, dan wil ik wel een beetje dood, ja. Deze map is ook leuk. Teringspel. Waar moet je nu uitvallen? Doe normaal of zo. Doe normaal. Oké, we zijn eindelijk in de game. Dat werd eens tijd. Welke gun moet ik pakken? Dit is een moeilijke keuze. Ik denk dat we voor deze gun gaan gaan. Die is smooth, die is goed. Maar dus, waar ik het over wou hebben. Er gebeuren echt veel dingen op dit platform in België. En oké, nice. In België en ja, weet je wat het is? België is echt heel erg incapabel. Maar ik bedoel daar. Dat België, niet België zelf, want ja, een land kan geen verstand hebben, maar de mensen die erin wonen. En zelf ben ik er eentje van natuurlijk, maar je hebt er echt nog extremere vormen van. Oké, die hebben we, sorry, oké. Dus je hebt er echt wel extreme vormen daarvan. En daarmee bedoel ik dus van sommige mensen op YouTube in België. Dat is echt heel vaag. En ik ga jullie vandaag meer uitleggen waarom ik dat nu eigenlijk heel erg tering vind. Ja, dus we gaan beginnen bij het begin. De VRT, dat is, ik ga het allemaal uitgebreid uitleggen voor jullie. De VRT is een Belgisch nieuwskanaal. Misschien kennen jullie het, misschien niet. En hetgene is, de vorige keer, ik had zo even gecheckt en er was een persoon bij VRT en die legde uit wat vloggen is. Maar ik snap ook niet waarom ze nobodies met mensen van 200 subs uitnodigen in de VRT dan, hè. Want dat is toch nog een beetje nieuws. Van waarom zouden die moeten uitleggen wat dat is? Denkt, oh, er is een bal. Oh, D. Ik heb hem lekker gepakt. Lekker! Ik snap het niet waarom ze het doen. Ik heb echt heel veel vragen soms. En dat is teleurstellend, heel teleurstellend. En dan heb je ook zo'n paar YouTubers in België die dan meer views hebben. Het is niet dat ik die views niet gun aan mensen, maar je ziet gewoon letterlijk dat die dat kopen. Waarom zou je views kopen voor jezelf beter te voelen of zo? Hoe muf, fartig en debiel kun je zijn? Sorry hoor. Maakt wel uit, maakt heel veel uit. Want waarom zou je. I don't get it, bro. I don't get it at all. Maar weet je, zou wel aan mij liggen waarschijnlijk. Ik ben toch een Mongool. Maar weet je, vandaag, ik heb het ook al net getweet, vandaag is het nieuwe tijdperk van het nieuwe tijdperk. En dat is het grind tijdperk. En ik ben echt heel slecht aan spelen eigenlijk, nu dat ik het zeg. Dat is, binnenkort krijgen jullie meer te horen over het grind tijdperk. Ik ga er nu nog niet te veel over spoilen. Want ja, dat moet geheim blijven, hè, boys. Hier is iemand. What the fuck, joh? Hoe dan? 4-on-4, boys. Het kan nog beter. We gaan nog proberen voor een beetje beter te spelen. You bleed. Ik was gisteren zo mijn video aan het bewerken en ja, ik wou een beetje flexen muziek, ik ken het, maar dat is echt heel moeilijk. Je zit echt fucking lang te zoeken voor goede muziek. Want ja, welke muziek is nu een beetje leuk voor daaronder te doen? Soms denk je van, ah ja, dat nummer kan er wel rond, maar dan ook weer dan van, nee, dat gaan we niet doen. Dus het is, oké, dat waren drie mensen, daar hebben we al ene van. Daar hebben we er, allee, joh. Zoals ik gisteren zei, ik ben nog altijd voor de anti-zweetcontrollers, want deze shit, wauw, joh. Wauw. We zijn ook echt heel slecht aan het gaan, we zijn zwaar aan het verliezen, echt. Oké, waarom heb ik die niet gedood? Hoezo? Ah ja, kijk, nu hebben we het weer, hè? Oh, wat was dat, joh? Oh, joh. Oh, joh. Alles goed, man, bro. Gaat het nog wel goed, man, bro? Vergeet zeker niet een thumbs up op de video, want dat moeten jullie natuurlijk nog wel doen. Dat zou heel erg lief zijn. Dus dat zou lief zijn als jullie nu even een thumbs up op de video geven. En de video even delen, want ja, dat zou lief zijn. Dan blijf ik voor jullie grinden. Allee, het is niet dat ik het voor jullie doe, want ik vind dit zelf best wel leuk voor zo'n paar kot video.
Die heeft wel een coole schip. Wow, heel cool. What the fuck? Dat zag er wel heel vet uit eigenlijk. Shout out naar Call of Duty World War II. Ik ren naar de nieuws. En nieuws. Oké, waarschijnlijk zijn daar zo bij dat raam nog mensen omdat die fucking gay zijn. Echt op. Tieve vriend. Maar we waren dit onderwerp eigenlijk begonnen met dat België echt heel... Oké, ja. Zie jij hoe scheef ik ben? Dat België muf is, hè? Ja. Ik snap het gewoon niet. Ik snap het echt niet. Zo, ja... Boys, denk even na. Ook de bedrijven. Ja, laten we even... Even iemand met 200 subs iets promoten, want ja... Dat heeft wel veel nut en... Snapte? Dus... Ja, ik... Jullie zouden allemaal eens naar mij moeten luisteren, boys. Hè? Dan zou dat allemaal niet zo gebeuren. Maar ja, wie gelooft aan Alex nu? Niemand, hè. Wie heeft er altijd gelijk? Ik ken, hè. Dat is ook niet waar, dat is een grapje. Ik heb niet altijd gelijk. Allee, als ik altijd gelijk had, dan zou ik waarschijnlijk wel betere punten op mijn school hebben gehad. En zou ik nooit gestopt zijn met school. En kon ik gewoon school grinden. Maar ja, dat heb ik niet gedaan. Hey, joh. Wat is dit, joh? Ik vraag me nu wel of hij de bronzen star heeft. We gaan eens kijken, hè. Lekker man. Grinding. Oké, ja, was mooi. Applausje voor dan deze, hè, mannen. Hey, dat zou ik niet kunnen doen. 7 om 8, boys. Jullie zien hoe slecht ik eigenlijk ben. En daarom, omdat ik eigenlijk echt zo slecht ben, zou ik de video moeten afsluiten. Omdat ik echt heel kut ben. Ja, het was een kort potje. Het was kort, maar krachtig noem ik dat. Ik ga niet nog een potje doen, want dan ga ik veel te gefrustreerd achter mijn bureaustoel zitten. Ik ga jullie eens laten zien, boys. Kijk, we hebben hier die smooth. Kijk, dit zou ik eigenlijk nog echt wel kunnen zijn als ik zo een beetje ouder ben, of niet? Ja, toch? Maar ja, oké, daar gaat het er nu niet over. Voor de boys die het niet weten, ik denk dat iedereen het alvast weet. Kijk, hè, dan gaan we hierop en dan gewoon zoeën en dan upsakee en dan hebben we een bal. Yes, we hebben een bal. We hebben een bal. Oké, dat boeit niet. Ik vond het weer heel gezellig, boys. Laat zeker nog even weten in de comments welke game ik nog moet doen. Welke games zouden jullie wel denken van... Ja, je kan Alex wel een leuke video maken. Dat kan wel. Dus dat moet je dan vooral doen. Of stuur even een Twitch naar mij. Mijn social media staat allemaal in mijn beschrijving. Dan kunnen jullie even kijken hoe boeiend mijn leven is. Maar ja, allee. Dat was het dan, mensen. Hey, abonneer, like de video, deel. Keep up the grind. En shout-out naar jullie. Oké, mijn zus belt mij. Ik ga nu de video afsluiten. Doei!